kant weer mannen beëdigd. Vakantie nu eindelijk begonnen. En tienerfeest zonder alcohol en tabak. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Het was vandaag eindelijk zover, want ze hadden de kans om hun glimmende schoenen en een nieuw pak aan te doen. De aspirant brandweerwachters werden vandaag beëdigd tot brandweerwachters derde klasse. De familieleden mogen zelf de decoratie opspelden bij de nieuwbakken brandweermannen. En er was wel een hele bijzondere bij. Kijk, niet ieder kan van muziek leven. Het hangt er vanaf hoe je het aanpakt. En dat wat ik doe, daar kan ik wel van snoepen. Maar ik ben iemand, ik hou van zekerheid. Ik heb die kans. Dus mijn buurvrouw gaf aan dat er een sollicitatieoproep gaande was. Dus ik heb goed mijn kans gewacht en het is me gelukt. Ik ben binnen. De minister van Justitie en Politie, die er ook bij is, heeft een heel bijzondere taak. Hij mag de beste geslaagde decoreren. Wel, heel veel, omdat ik de eerste vrouw ben ooit. Die nummer 1, eigenlijk een nummer 1 op de lijst is van de geslaagde. Vanaf de brandweer bestaat. Dat wil zeggen dat ik dus geschiedenis heb geschreven. En ik hoop alleen niet dus dat het de laatste is. Na de beëindiging mogen de brandweermannen hun kunnen tonen en kregen daarna de nodige felicitaties. Leuk beroep hoor, brandweerman. En ook mooi dat ze elke dag weer hun best doen om mensen te helpen. Vakantie, vakantie, oh heerlijke tijd. De vakantie is nu werkelijk begonnen, want vandaag was het de allerlaatste schooldag. We zijn zo langer dan 7 maanden, 8 maanden bezig. En het resultaat is vandaag. Spannend. Ben je over of ben je blijven zitten? Dat maakte de 5e klasse juf van de Maria Hartman school bekend aan haar leerlingen. Sommigen hebben het dit schooljaar heel goed gedaan en gaan met mooie cijfers over. De beste van de klas van de meisjes, dat is Samat Michelle. Gefeliciteerd. Maar als je een beetje twijfelachtig bent, dan is de uitslag extra spannend en kan je best een traantje laten vallen. Je hebt 10 punten gehaald, dus je hebt recht om over te gaan. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Je mag het zelf kijken. Gefeliciteerd. Ja? Je bent over. Ja? Ik had het niet verwacht dat ik over zou gaan, omdat ik eerste kwartaal heel slecht had gewerkt en tweede en derde kwartaal heb ik het opgehaald. Ja, ik had het al verwacht. Maar toen je vrouw had gezegd, één persoon gaat blijven zitten. Behoefte ik aan. Ik voel hier goed. Maar dan krijg ik weer nieuwe dingen, nieuwe spullen. Om mijn best te doen bij de 6e klas. Heerlijk. Het was echt tof voor mij. Want ik ging van net als mijn beste rijden tegen die anderen. Ik moet ze krijgen. Ik moet hoger naar ze gaan. Dus het is me gelukt. Ik ga in de vakantie naar de mall, op reis gaan, met mijn vriendinnen uitgaan. Ik ga naar kamp, de rest weet ik niet. Ik ga weten de stad zwemmen, naar mijn vrienden vliegeren. Ja, en als je het hele schooljaar door je best hebt gedaan en over bent, mag je nu inderdaad gaan genieten van je vakantie. En dit geluid, dat zal je de komende 6 weken voorlopig niet meer horen. Niet 1, 2, maar 3 baby's krijgen 1 keer. Dat is 3 maal zoveel vreugde en zorg. En dat is precies wat moeder Angela overkwam. Er worden iedere dag wel baby's geboren. Maar het drieling, dat gebeurt niet zo vaak. Het is zelfs de eerste voor dit jaar. En daarop zijn de mensen in Slaans Hospitaal heel trots. Hier hebben we onze lieve baby's, een drieling. We hebben hier Amber Jane. Ze ligt lekker te slapen.
hebben we hier ons tweede prinsesje. Ze heeft ook net haar papje gedronken. Ze is nog een beetje aan het luieren als je goed kijkt. Zij is Alechna. Hij is Ryan. Hij heeft ook net zijn papje gedronken. Ligt ook lekker te slapen. Ze zijn flink aan het groeien, alle drie. Dus, en hier zie je ze dan. Onze drie prinsjes en prinsesjes samen. En de baby's hadden vandaag hoog bezoek van de vicevoorzitter van het parlement, mevrouw Rutweide Bos. Mag ik u van harte feliciteren? Ja, papa ook. Gefeliciteerd. En traditie, breng ik beertjes voor de kinderen. Dus alsjeblieft, dat zijn de beertjes. Oh, dank u wel. Ja? Alvast bedankt. Ja. En natuurlijk hoort daar ook een envelop bij. Oh, okay. Want de kosten zijn 3 maal zoveel. Ja, dus ik hoop dat u er iets mee kan doen. Dank u wel. Zo, en met deze beertjes hebben de baby's hun eerste cadeautjes binnen. En met dat gebaar zijn de ouders zeker blij. Maar nog blijer zijn ze met hun pasgeboren drieling. Het is een geweldig moment. Je ervaart het echt anders. Je beleeft iets anders. Je ziet ineens 3 baby'tjes. En je bent moeder van 3 baby'tjes, direct tegelijk, alle 3. En ik vond het geweldig. Het is een heel geweldig moment. Je kan het niet vertellen, je kan het niet beschrijven. Je weet niet wat je erover moet zeggen. Het enige dat je als moeder kan zeggen is dat je het geweldig vindt dat je 3 gezonde baby's hebt. Ik heb 2 meisjes, 1 zoontje. Al was het 3 meisjes, 3 zonen. Maakt niet uit, zolang ze gezonde baby's zijn, is alles oké bij mij. Alles oké. Ja, en dat ze alle 3 gezond zijn, is inderdaad het belangrijkste. Het zijn trouwens ook de eerste kinderen van het koppel. Maar als ze de laatste zijn, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, de laatste zou ik niet zeggen. Dat zou ik met de babytjes van papa even moeten afstemmen. Voor ik zou zeggen de laatste, want dat weten we nog niet. Hallo mama, lievelingetje. Ben je lekker aan het slapen? Hé hey, Alechna, slaap je? Nee, schatje. De drieling maakt het goed, maar ze moeten voorlopig nog even in het ziekenhuis blijven. Als ze groot en sterk genoeg zijn, mogen ze met papa en mama mee naar huis. Straks om 8 uur zullen veel tieners hun vakantie officieel inluiden met een feestje. Teencontrole is de naam van het feestje dat Zuid-NV organiseert in Sassassou. Dus eigenlijk is vanavond 1 groot feest, alleen is niemand echt jarig. De grote schoolvakantie is aangebroken en dan gaan we met elkaar vieren. Op een verantwoorde manier, zonder alcohol en zonder tabak. Het worden 100 tieners bij elkaar. Volgens de organisatie moet het een leuke en gezellige avond worden. Daarom zal er extra gelet worden dat er geen vervelende dingen gebeuren vanavond. Als we aangeven dat je geen alcohol en tabak mag gebruiken, dan gaan we ervan uit dat mensen niet met alcohol en tabak bewust naar binnen willen komen. Maar mochten er tieners zijn die zich enigszins willen rebelleren hiertegen, dan is er genoeg security en we hebben een metaaldetector en we hebben getraind personeel dat daarop kan inspelen. Zodra je door de rij bent gekomen, ben je bij de poort, ga je eerst door een metaaldetector en word je hier door ons vriendelijk bewakingspersoneel gefouilleerd. Je mag natuurlijk geen verboden dingen naar binnen brengen. En dan hier ga je door de poort waar je daar bij de cashier je kaartje kan kopen. Het kaartje wordt hier gescheurd door nog een bewakingspersoneel van ons. Die loopt dan door waar het feest gaat beginnen. De zaal. Ja. En in de 2 jaar hebben we natuurlijk ouders die hun tieners voor het eerst brengen. En die willen natuurlijk even kijken hoe het binnen aan toe gaat en dat kan. En dan zul je zelf zien dat het hier heel gezellig aan toe gaat in de club. Na 1 uur kunnen de tieners weer opgehaald worden door hun ouders of verzorgers. En met dit nieuws zijn we weer gekomen aan het eind van deze uitzending. Maar we zijn er maandag weer. Prettig weekend!